Yes, super leuk dat jullie kijken naar natuurlijk deze gloednieuwe update video. Als eerst smash natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Zal natuurlijk heel erg gewaardeerd worden. We zien natuurlijk direct de itemtje op eigenlijk zoals elke dag. En we zien zeker weer de leuke dingetjes. We zien namelijk alle OG skins bijvoorbeeld weer terug in de itemshop. Die niet eens al te duur zijn. Maar ja, het is maar de vraag of je ze natuurlijk mooi vindt. Daarnaast zien we natuurlijk ook nog andere dingetjes. Bijvoorbeeld de Pink Flamingo, de Slick, de Zero Point, de Zero, de Hot Ride. Volgens mij heeft dat ook te maken met de Squatting Dog Bundle, maar ik weet niet of die erin zit trouwens. In de daily zien we trouwens de Elmira, de Dab, de Surf Rider, de Spellsinger, de Sunsprout en natuurlijk helemaal beneden Snake Eyes. En je kunt natuurlijk overwegen om onze code in te vullen, namelijk onze code is teveelgevraagd. En stuur dan jouw bewijsje eventjes op naar onze Instagram, @teveelgevraagd. En wie weet kom je dus in de ochtendvideo. Wie dat ook heeft gedaan is Jens. Weer al met jullie code is gekocht. Hopelijk kom ik in jullie volgende video. Nou Jens, dat is zeker weten gelukt. Heel erg bedankt dat je zo'n ontzettend dure bundel hebt gekocht met onze code. Ik zie het. En een dikke SO naar jou, Jens. Goed, laten we denk ik gelijk gaan beginnen met het eerste topic. Ik heb vandaag redelijk wat interessant nieuws. Dus laten we direct gaan starten. Ja, als eerst wil ik het eventjes kort gaan hebben over een skin die normaal gesproken in de itemshop terecht gaat komen, maar op dit moment niet. Het gaat namelijk eventjes over de Boundless set. Namelijk al deze skins zijn superheroes die best wel duur zijn. Ongeveer 1800 V-Bucks volgens mij, heb ik eventjes nagecheckt. En er is een probleempje, namelijk deze outfit die wordt is gedisabled. Is letterlijk gedisabled, dus is uit de game gehaald op dit moment voor competitive spelers. Dus je kunt hem nog wel selecteren. Maar als je competitief speelt, dan kan dat dus absoluut niet. Dat komt omdat er problemen mee zijn. Dat hebben we laatst natuurlijk ook aangekaart. Namelijk dat je hem niet meer helemaal zwart of helemaal wit mocht maken. Nou, daar hadden ze een soort van fix voor in de 15.30 update. Blijkbaar is dat fout gegaan. En nu kan niemand hem meer gebruiken in competitive. Dus als het goed is, wordt deze weer geenabled bij de V15.40 update. Maar voor nu moeten competitieve spelers eventjes zonder de Boundless set spelen. Laten we dan gaan naar het volgende topic. Ja, en dit is eventjes ook een probleempje, namelijk voor PlayStation 5 spelers. Namelijk, als jij daarbij een emote gebruikt, namelijk de Freezing Burst met de Leviathan Axe, dan kan het voorkomen dat je PlayStation 5 gewoon crasht. Ja, eigenlijk de game. De game crasht. Waarschijnlijk niet je hele PlayStation 5. Dat lijkt me een beetje overdreven. Maar je PlayStation die crasht dus blijkbaar. Ja, heel erg vervelend. Heb je een gloedje nieuwe console? Waarschijnlijk hebben al weinig mensen hem. Maar heb je hem, denk je van, ja, hij speelt lekker, blablabla, crasht die. Ja, dat is wel heel erg zuur. Dus gebruik gewoon simpelweg eventjes die emote niet. Dan gebeurt er ook helemaal niks. Goed, laten we doorgaan naar het volgende dingetje. Ja, en dit is best wel een big thing. Namelijk, dit gaat eventjes over de Fortnite Championship Series. Namelijk de qualifier-rondes. Die zijn allemaal een week opgeschoven. Jawel, en waarom is dat zo? Nou, blijkbaar was er een soort van queue-bug of zo. Er was iets vaags gaande, waardoor spelers gewoon niet konden queuen. En daarom hebben ze nu de Fortnite Championship Series qualifier-rondes allemaal een week opgeschoven. Omdat er dus gewoon problemen waren. Best wel apart hoe dat zomaar weer kan gebeuren. Maar het is niet anders. Weer een nadeel voor competitieve spelers. Echt, vandaag is een slechte dag als je competitief speelt, dat absoluut. Laten we dan gaan naar het volgende dingetje. Ja, en dit gaat eventjes over gratis items tijdens de Valentijnsdag op 14 februari. Namelijk, dan is natuurlijk Valentijnsdag en dat betekent ook weer een Valentijns event. En in de vuilnis zijn allemaal dingen gevonden die waarschijnlijk leiden naar dus gratis items. Allereerst deze lijst. Hier zien we een wrap. Hier zien we natuurlijk verschillende spraypaints. Emote. Dus zeker weten leuk. Maar we zien hier ook deze pickaxe. Ja, deze pickaxe kunnen we waarschijnlijk ook binnenkort gratis krijgen bij dat event dus. Omdat die nu de Valentine's 2021 Source Deck heeft gekregen. Dus met die reden denken we dat hij daar iets mee te maken heeft. Natuurlijk, hij heeft ook allemaal hartjes als effect erbij. Dus het is eigenlijk ook best wel logisch. Dit is waarschijnlijk een pickaxe die we dus gratis kunnen unlocken bij Valentijnsdag. Hoe we dat precies moeten doen, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Waarschijnlijk door middel van of een LTM of bepaalde challenges die je moet doen in de map. Maar het zal vast en zeker niet al te lastig worden. Dus interessant, we houden het in de gaten. En waarschijnlijk dus gratis items op Valentijnsdag. Laat ik het gewoon eventjes zo uitspreken. Laten we dan gaan naar het volgende topic.
Ja, en dit is ook wel eventjes een leuk dingetje hoor. Namelijk, dit gaat eventjes over een nieuw portaal die in de game gaat komen. Namelijk op deze locatie rechts, helemaal bij natuurlijk de grotto in de buurt. Daar vinden we dus nu een nieuw portaal. Of nou ja, vinden we nu, op dit moment zit hij er volgens mij nog niet in. Maar hij komt daar wel binnenkort en daar komt dus een nieuw portaal voor. Ik denk dus een nieuwe samenwerking. We weten op dit moment nog helemaal niks daarover. Dus ik hoop dat ik daar morgen meer info over kan geven. Maar dat er een nieuw portaal gaat komen, dat is absoluut een feit. We gaan door naar het volgende topic. En ja, ik wou doorgaan naar het volgende topic, maar dat was het eigenlijk al wel weer. Ja, het spijt me zeer. Ik dacht dat ik nog iets had, maar nee. Dit was het nieuws voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Smash natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Zou heel erg helpen bij de video. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En je kunt ons supporten in de itemshop met de code teveelgevraagd. Hashtag, dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.